Instagram is een van mijn favoriete kanalen natuurlijk. En voor een retailer of als je in een winkel werkt, dan is Instagram onmisbaar. Want eigenlijk, iedereen checkt Instagram eerst voordat hij naar een winkel gaat. En meestal doen ze dat niet per se dus op een website. Maar Instagram is de plek waar je dan de leuke producten en de diensten en de mensen in het bedrijf kunt zien. Dus als jij leuke content maakt over je winkel en dat niet alleen maar de producten in beeld brengt, maar ook jezelf of je medewerkers in beeld brengt en die het verhaal laat vertellen over waarom je deze producten verkoopt en wat het verhaal van die producten is en wat je eigen verhaal is. Dat is eigenlijk de manier hoe je mensen geïnteresseerd krijgt in jouw winkel en hoe ze ook uiteindelijk naar jouw winkel toekomen. Wanneer kies je nou voor TikTok als winkel en wanneer kies je nou voor Instagram? Nou, eigenlijk zou ik het liefst willen aanraden dat je allebei doet, want Instagram is onmisbaar. Dus dat is eigenlijk nummer 1, je moet Instagram hebben. Je moet een website hebben en je moet Instagram hebben. Maar als je dan ziet dat er een nieuw type content en een nieuwe consument eigenlijk zit op TikTok, dan kan je bedenken dat het leuk is om te experimenteren. En als je al wat serieuzer bent, dus je weet al dat je bijvoorbeeld een hele jonge doelgroep hebt, dan is TikTok natuurlijk een no-brainer. Maar in principe, Instagram is altijd goed. En ik zou ook zeggen, ga starten met Reels, dus met korte video maken. En dat is ook wat TikTok eigenlijk is. Dus als je met TikTok aan de slag gaat, dan kun je sowieso niet met foto's af, dan moet je sowieso video's gaan maken. Ja, als je naar TikTok en Instagram kijkt qua gebruikers, dan zie je natuurlijk dat op TikTok de gebruiker, of degene die dus scrollt, jonger is. En niet alleen jonger, ze kijken ook andere content. Op Instagram moet je het perfecte plaatje schetsen. Dus in je feed staat een hele mooie foto van een product bijvoorbeeld, maar dan wel in een lifestyle omgeving. Daarnaast maak je stories met achter de schermen verhalen en die trekt mensen zodat ze jou wat beter leren kennen. En Reels maak je eigenlijk, dus de korte video's, om mensen te inspireren en ook om kans te hebben dat je een nieuwe doelgroep aanspreekt. Want Reels worden verspreid niet alleen onder jouw volgers, maar ook onder andere volgers. En vaak zijn de mensen op Instagram tussen de 25 en 45 jaar gemiddeld. En heel erg geïnteresseerd wel in een mooie lifestyle, dus in jouw mooie foto's. TikTok is dat dus heel anders, want ze zijn iets jonger. Dus vanaf 15 jaar is de gebruiker al op TikTok tot gemiddeld 30. En die inspireer je dus niet ook alleen maar met korte foto's of foto's van jouw producten. Maar eigenlijk moet je dan een beetje uit je comfortzone en kijken naar challenges. Leuke dansjes doen, maar dat hoeft niet verplicht. Hè? Je kunt namelijk ook een leuke tutorial maken over hoe je een bepaald product kunt gebruiken. En die tutorial kun je dan in beeld brengen met stap 1, stap 2, stap 3 en een leuk muziekje erachter. Zodat het een heel snel of kort filmpje wordt eigenlijk. En dus die jongere doelgroep spreek je dus anders aan dan de iets oudere op Instagram. Nou, let erop als je Instagram gebruikt dat je het niet als een catalogus ziet. Want ik zie eigenlijk bij heel veel merken dat ze gewoon product, 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 product op de foto zetten en dan denken, nou, dit is het wel. Dus als een soort catalogus je Instagram inzetten is niet waar het voor is bedoeld. Het is echt bedoeld voor een kanaal waar je je bedrijf tot leven laat komen op een kleurrijke en levendige wijze. Dus het maken van reels, van die korte video's, dan laat je je product zien, maar maak je daar net even een videootje van met een beweging daarheen, een leuk muziekje eronder. Dat zorgt ervoor dat het tot leven komt. En eigenlijk een platte foto met heel veel details, dat werkt niet zo heel goed. Het is ook beter om in te zoomen en zo dichtbij mogelijk een product of een mens te komen. Dus dat zijn belangrijke dingen die je kunt onthouden. Voor TikTok is het ook belangrijk dat iemand goed in beeld is. Dus liever niet een groep, maar liever 1 of 2 personen met een mooie achtergrond, zoals bijvoorbeeld hier. En op die manier vertel je je verhaal. Dus wellicht heb je je product aan of laat je je product zien, maar het is dus niet een statische foto van jouw product. Instagram en TikTok inzetten voor je bedrijf of voor je winkel. Belangrijk is dat je er lol in hebt. Want ik zie ook mensen vinden dat heel moeilijk en dan werkt het niet zo goed. Zodra jij er lol in gaat krijgen, ga je er ook meer tijd in stoppen en dan krijg je ook meer liefde terug. Dus dat is wel echt mijn belangrijkste boodschap. Probeer het leuk te vinden om die verhalen te vertellen, die foto's te maken, die video's te maken. En vooral ook leuk te vinden om contact te maken met je doelgroep. Dat is denk ik nog één onderwerp waar mensen het heel vaak lastig mee hebben. Om echt het contact te hebben met de koper uiteindelijk. Dus de lol erin en dat levert je het meeste op.